En dan laat ik een golfbal op het doek en de golfbal trekt de verf over het doek. We zijn vanmiddag in Hartjehoren, vlakbij een heel mooi theatertje, het Pakhuis. Dat biedt een podium voor Hoornse kunst en cultuur. Maar op zaterdagmiddag is het ook altijd open voor expositie. En dit keer hangt er een hele bijzondere tentoonstelling. We gaan eens even kijken in het Pakhuis. Deze periode hangen daar de kunstwerken van Michael Diederich. En het is acrylkunst. Acryl, dat klopt. Wat je dan giet. In het Engels noemen ze dat acrylic pouring. En het wordt ook in het Nederlands als acryl gieten. Het is eigenlijk niet zo moeilijk om te doen. Maar dat betekent niet dat wat eruit komt mooi is. Omdat de probleem is, je moet heel goed besef hebben van kleur en van compositie. Omdat dat is eigenlijk het enige wat je heel erg kan beïnvloeden. Je moet samenwerken met het verf, omdat hij gaat ook zijn eigen gang soms. Dit wordt gedaan met plasjes verschillende kleuren op het doek. En dan laat ik een golfbal op het doek en ik ga de hele doek super zwaar manipuleren. En de golfbal trekt de verf over het doek. Je kiest van tevoren de kleuren uit en die staan dan klaar in bekertjes. Ja. Ik heb het gezien op filmpjes die je op YouTube hebt gezet. Ja. Deze hier, dit is met de föhn gedaan. En in mijn hoofd, deze kwamen het dichtst bij wat ik in mijn hoofd zag van tevoren. Nou, eerst, als je stel voor dat je keek van boven, heb ik een streep van geel zo gedaan en dan goud zo gedaan en al die kleuren. En dan met die föhn ga je het manipuleren. En uiteindelijk zie ik hier een stukje die van, oh, ik wil iets meer actie. Dus gewoon met een rietje blaas ik dat en dan krijg je deze mooie kleine vorm. Right there, that needs a little bit of happiness. Even zien hoor, want hier hebben we eigenlijk drie schilderijen die een beetje op elkaar lijken in dezelfde kleurstellingen. Dus dit is een soort familie van elkaar, dat je denkt van oh moeder, broer en dit is een soort verre neefje. Maar het is toch wel familie van elkaar. Ja, ze horen wel bij elkaar inderdaad. Ja. Ik zie hier allemaal gezellige regenboogkleurtjes. Al deze kleine puntjes, cells zoals we ze noemen. Dan doe je een druppel siliconolie in de verf en dat zorgt voor een soort chemische reactie waardoor je dit effect krijgt. Dus toen ik naar bed ging, ik dacht van, oh, hij is best wel mooi, maar ja. En de volgende morgen, al dat zwart kwam eruit om alles te definiëren. En dan was het gewoon nog mooier. Michael, de kunstwerken hangen hier nog een tijdje. Tot wanneer kunnen we hier jouw werk bewonderen? Hier tot 16 april kan je ze kijken. Je kan ze ook online bewonderen bij www.imjustapoorboy.nl. Als je denkt aan die Queen Song, maar het is niet poor zoals een arm, P-O-O-R, maar als een gieter, P-O-U-R. Dankjewel, Michael. Geen dank. Voor dit inkijkje in jouw proces.